'Sochtends in de vroegte landen Lord Wavell en de voor-Indische delegatie in een York-toestel van de BOAC op Heathrow, het vliegveld van Londen. Honderden Indiërs hadden al lange tijd op het vliegveld klaargestaan om hun leiders te verwelkomen. En de Mohammedanen hielden een betoging voor Pakistan, zelfbestuur voor de Mohammedanen. Pandit Nehru, leider van de Congrespartij, spreekt met een vriend terwijl de demonstratie plaats heeft. En intussen werd Jinnah van de Mohammedaanse Liga ook door een aantal vrienden begroet. Daarna toog men naar Londen voor de bespreking die mogelijk weer een van de bouwstenen zal blijken van de voor-Indische onafhankelijkheid. Na de rustigste verkiezingen in de geschiedenis van het land verdringen de Mexicanen zich in hun hoofdstad voor het Paleis van Schone Kunsten om de installatie van hun nieuwe president mee te maken. Hoge functionarissen arriveren in het paleis waar Avila Camacho, voormalig hoofd van de staat, zijn opvolger opwacht, de uiterst populaire Miguel Alemán. Met een korte, indrukwekkende plechtigheid wordt de macht voor de komende 6 jaar aan de nieuwe president opengedragen. Hij legt de ambtseed af en spreekt zich uit ten gunste van de eenheid van het westelijk halfrond. De hoogste ambtstekenen van het land worden hem door Camacho overgereikt en hij wordt met het rood-wit-groen van Mexico omhuld. De traditionele omhelzing wordt door Camacho verricht en tenslotte pleit de president in een rede over binnenlandse aangelegenheden voor landbouwhervormingen en vrouwenkiesrecht. Tenslotte wordt voor het paleis een fiesta gehouden. Deze bestaat in de eerste plaats uit militair vertoon, waaraan ook Canadese matrozen deelnemen en waarbij Amerika vertegenwoordigd is door generaal Wainwright en ambassadeur Thurston. De zware regens in Engeland hebben het peil van de Theems tot ruim 2 meter boven het normale peil doen stijgen en veroorzaakten de ernstigste overstromingen die men in 19 jaar had gehad. In het dal van de bovenloop ziet men het sportveld van de beroemde kostschool Eton onder water staan en bij Windsor was de rivier bijna 2 kilometer breed. De weersvoorspelling luidt nog steeds meer regen en men bereidt zich dus al op het ergste voor. Als aandenken bloemen aangeboden. In het paleis in Rabat wordt een van de schilderachtigste recepties gehouden die men zich kan denken, waar alle pracht en kleur van Marokko bijeen is. Voor het eerst hebben de fotografen vergunning met hun toestellen getuige te zijn van de ontvangst van de voorname gasten door zijn hoogheid. En dan volgt een overweldigend feestmaal met alle gulheid en schittering van een sprookje, terwijl de sultan de tradities van zijn land hooghoudt. Leden van het geallieerde militaire tribunaal nemen in de bekende rechtszaal van Nuremberg hun plaatsen in voor het geding tegen de kleinere oorlogsmisdadigers.
In de beklaagde bank, die nog enige tijd geleden de leiders bevatte, staan nu 23 doktoren terecht wegens gruwelijke misdaden in hospitalen, concentratiekampen en proefstations. Nummer 1 is Karl Brandt, vroeger Hitlers lijfarts en luitenant-generaal in de Waffen-SS. En dan komt Siegfried Handloser, gewezen medisch chef van de Wehrmacht. Hertha Oberhauser, de enige vrouwelijke beklaagde, was arts in het beruchte kamp Ravensbrück. Allen betuigden ze hun onschuld, maar daarop volgden de verklaringen van de getuigen die anders doen vermoeden. Op een voorbereidende school te Amsterdam worden generalen repetities gehouden voor een groot feest. Een dans uitgevoerd door kinderen van 4 en 5 jaar. Sint-Nicolaas en kerstfeest, hoe kinderen spelen. Somma per alla
abrigo. Vaya. Ooh.